Dames en heren, het is 7:50. We zijn al wat uitgelopen. Ik stel voor dat we gaan beginnen. Als ook de Gelling zijn plaatsje gevonden heeft. Ah, de iPad doet het niet. Oh, dat is heel vervelend. Heeft u een probleem met de iPad? Ja, maar ik denk dat ik wel zonder kan. Als we mag in de mijne hebben, is dat handig? Nee hoor, ik kijk wel even mee met de buurvrouw. Uitstekend. De vergadering is geopend. Iedereen van harte welkom, degene die thuis meekijken en ook degene op de publieke tribune. Even ter verklaring. Welkom allereerst. Dat was in de commissie al gedaan, nu ook hier weer. We gaan elkaar net allemaal een hand om te laten zien dat je met elkaar het beste wil en met elkaar pal staat, borg staat voor een goed bestuur in onze mooie gemeente. Dus dat is een symbool waar wij aan hechten met elkaar. We hebben bericht van verhindering. En ik weet niet of dat met de Wereldmannendag te maken heeft. Het zijn bijna allemaal dames. Mevrouw Vetke, mevrouw Verschuur, mevrouw Meijerink, mevrouw Oostmeijer en wethouder Ten Kate. Ik heb verder geen mededelingen. Ik heb een andere mededeling zijn. Actuele vragenronde, er zijn geen vragen ingediend. Vaststelling van agenda. Het zou kunnen zijn dat er een motie ingediend wordt, vreemd aan de orde van de dag. Hoe raadt u het zo? Meneer Bak. Dank u wel. Voorzitter, we willen graag een motie aan de orde stellen, vreemd van de dag. En het gaat over PFAS en die kunt u vast ergens op de agenda kwijt, denk ik zo. Ik stel voor dat we dat doen voorafgaand aan punt 7, dus na het volgende bespreekpunt. Ik dacht dat er nog een motie voorzitter, wij willen nog graag een motie. Ja, de heer Bakhuis. Wij willen nog graag een motie vreemd indienen. Het gaat met name over de motie die ook via de gemeente Reren op ons af is gekomen. Dan krijgt de heer Bakhuis eerst het woord en u daarna. Kort. De agenda verder vaststellen zoals die is. Het spreekrecht, er wordt geen gebruik van gemaakt, heb ik begrepen. En de besluitlijst van de vorige vergadering, die van 5 november, die ik stel voor die vast te stellen. Daar is verder geen woordmelding bij. Dan komen we bij de bespreekstukken. Het bespreekstuk wat voor ligt is de subsidieverordening gecertificeerde instellingen regio IJsland 2020-2022. Ik stel voor dat we het rondje linksom maken. Te beginnen bij 50 plus en degene die het woord wil, hij is het al besproken natuurlijk in de commissievergadering. Misschien op de met name gerichte besluitvorming. Okay. PvdA-fractie. Dank u wel, voorzitter. We zijn het volledig eens dat de GIZ... Voorzitter, misschien even een punt van orde, hoor. Volgens mij moet het van achter de spreekgestoel tot een klein sorry. Detail, maar... De heer Van der Wel, ja. Dat is gewenning vanuit de oriënterende ronde net. Moment. Heel goed. Dank u de voorzitter ook een beetje helpt op dit punt. Mevrouw Kloekhorst. Dank u wel, voorzitter. We zijn het er volledig mee eens dat de GI's in een regionaal verband aanbesteed of gesubsidieerd moeten worden. Wij vinden het ook zorgelijk dat zoveel kinderen die afhankelijk zijn van deze zwaarste vorm van zorg op wachtlijsten terechtkomen. En gezien commotie in Den Haag gisteren, waar 150 wethouders naar Den Haag gingen om hierover te spreken, is ontzettend belangrijk en geeft ook aan hoe serieus dit onderwerp is. We vinden het jammer dat, dat de verordening zo snel in de oriënterende ronde en daarna in de besluitvorming gaat. Er is geen toelichting op de verordening en de wijzigingen daarin. En we zijn de laatste gemeente in rij die nog moet beslissen. Ik zou het heel graag van de wethouder willen horen of hij bereid is om deze raad eens bij te praten over hoe het nu met de visie, de doelen in de visie jeugdhulp, hoe het daar nu mee staat. Hebben we inzicht in de voortgang van de transformatie bij de huidige aanbieders? Is er voldoende gestuurd op kwaliteit en effectiviteit? Zijn we nu op het punt beland waarbij ons doel om alleen met bewezen effectieve aanbieders te werken bereikt is, niet alleen en dan in het brede scala? Kortom, op welke wijze wordt er nou gewerkt aan die programmalijn die is uitgezet, leren en ontwikkelen? En we hopen dat de wethouder een toezegging wil doen om deze raad daar eens over bij te praten. Dank u wel.
Fractie op koers. Meneer Koers, nee. D66. VVD. CDA. ChristenUnie. Dan is er één vraag. Wethouder. Ja. Mevrouw Van der Veen. Nu het woord. Ja, de afgelopen dagen was er in het nieuws al het een en ander over te horen. De jeugdzorg vraagt aandacht, visie en ontwikkeling. En op gemeentelijk niveau hebben wij hier ook mee te maken. Een onderwerp wat serieuze aandacht vraagt. Het gaat tenslotte om de jeugd. Met de subsidieverordening gezertificeerde instellingen regio IJsseland zien wij vanuit de ChristenUnie een samenwerking met verschillende gemeenten waarvoor we het geloof dragen dat dit op regionaal niveau ook echt kracht draagt. Vroeg signalering en hulp draagt immers effectief bij aan mens en gezondheid. Positief staan wij dan ook tegenover deze verordening. En met de input van de wethouder tijdens de oriënterende ronde zijn onze zorgen merendeel weggenomen. Vanuit de ChristenUnie zouden we het college wel willen vragen om richting de raad actief te blijven communiceren over de voortgang die vanuit het RSJ ook met hen gedeeld wordt. We hopen dat hiermee een stukje waarborging plaatsvindt omtrent het vinger aan de pols houden van dit belangrijke en beladen onderwerp. Dank u wel. Wethouder, nu het woord. Voorzitter, dank u wel. Ook voor de vragen en ook vanuit de betrokkenheid vanuit de raad om ook met elkaar te kijken van hey, jongens, hoe houden we hier met elkaar ook elkaar goed op de hoogte ook van de onderwerpen of zo'n belangwekkend onderwerp als dat de jeugdzorg natuurlijk ook is. Laat volstrekt helder zijn. Uiteraard zijn wij bereid om u ook aan een vraag van u te voldoen. Want dat is ook wel moeilijk misschien ook wel in te schatten van wat willen we precies met elkaar weten. Ik denk dat we nu ook het rekenkameronderzoek ook met elkaar, jongens, hoe blijven we met elkaar in gesprek. Waarin wij als college ook positief zeg maar, de feedback op hebben willen geven van joh, die aanbevelingen nemen we graag te harte. We hebben onze klankbordgroep sociaal domein. Wat mij betreft zijn dat ook uitgelezen mogelijkheden om zeg maar, met elkaar dat gesprek ook inhoudelijk te voeren over dit soort onderwerpen. Ik weet niet of dat een beetje is waar aan jullie ook zitten te denken, zeg maar, om rond dit soort onderwerpen en het ook gewoon blijven agenderen als het hierover gaat. Daar vanzelfsprekend willen wij graag vanuit het college ook onze bijdrage aan leveren. En het onderwerp met de RSJ, behalve de gecertificeerde instellingen, alles wat er in Den Haag is, juist volgens mij moeten wij juist, hè, volgende week zitten we nog met elkaar, ook nog eens weer eens even over die kosten binnen de jeugdzorg, maar ook de WMO te spreken. Dus we hebben nogal wat van dat moment waar we met elkaar het gesprek voeren. Ik denk dat het altijd met elkaar verweven wordt. Hè. Dus heel sec één onderwerp er nu uit te pakken van precies RSJ. Want dat is dan ook maar de uitvoeringsorganisatie. Maar al die onderwerpen die daaronder liggen, ja, dan moeten we goed met elkaar bespreken. En ik denk dat wij met de klankbordgroep, wat het initiatief van jullie ook vanuit de raad is gekomen, ook een heel mooi momentum hebben zeg maar, om dat gesprek met elkaar te voeren. Dus in die zin, als dat ook een beetje aansluit bij uw wens, van harte toebereid. En ik denk dat dat ook bij de opmerkingen mevrouw Van der Veen aansluit. Voorzitter. Mag ik nog één korte vraag stellen, wethouder? De visie op jeugdhulp is tot 2020. Dus dat betekent ook dat er waarschijnlijk inmiddels ook alweer nieuwe acties en wordt de raad daar in de voorkant ook nog in meegenomen? Ik denk dat het goed is dat we elkaar daar dan ook meenemen in die ontwikkelingen die daar binnen ook plaatsvinden. Ja? Oké. Ik zie tekenen van bijval vanuit beide fracties. Ik kijk of u behoefte heeft aan een tweede termijn, of dat we tot stemming kunnen overgaan. Heeft u behoefte aan een stemverklaring? Je zag een beetje in betoog eigenlijk, hè? Zeker zin. Dus akkoord. Dan gaan we over tot stemming. Ik begin bij de fractie van de ChristenUnie. Is er voor? U knikken. De fractie van het CDA. Idem. Ik kom met de fractie van GroenLinks. Altijd een beetje lastig achter het grote tv-scherm, maar ik zie u knikken. De fractie van de VVD. De fractie van D66. Op koers. PvdA. En 50+. Dat is met algemeen stem aanvaard. Brengt ons bij twee moties vreemd aan de orde van de dag. En ik wilde eigenlijk beginnen met de PFAS, de heer Bak, en mede ingediend dacht ik namens CDA, de heer Van den Berg.
Heer Bakker, nu het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik blijf toch ook altijd even zoeken naar waar dat knopje precies zit, maar we hebben het weer gevonden. Inderdaad, samen met het CDA dienen we graag deze motie voor een hogere norm voor PFAS in. Ik denk dat u het allemaal in de pers heeft kunnen volgen wat de discussie is geweest en de demonstratie ook op het Malieveld afgelopen oktober. Wat voor ons belangrijk is en aanleiding voor deze motie is dat de gemeente in de Achterhoek en in Twente al in grote getalen voor een soort van gelijke norm gestemd hebben. Om in ieder geval in Oost-Nederland met elkaar woningbouw en projecten en grondtransport weer mogelijk te maken. Niet om politiek te ontkennen, niet om vervuilend te willen zijn, maar gewoon om projecten doorgang te kunnen laten vinden en daar weer in een goede balans verder mee te gaan. En dat is de aanleiding waarom we deze motie indienen. En we dragen dan het college ook op en daar heb ik nog wel een kleine wijziging van hoe de motie aanvankelijk was. Dus als u daarbij goed luistert, kunt u de wijziging horen. Draagt het college op de PFAS-norm te verhogen naar 3,0 microgram per kilogram grond. Of zoveel hoger mocht de Rijksoverheid dat binnenkort vaststellen. Punt 2. Over de uitvoering hiervan in overleg te treden met de Omgevingsdienst IJsseland, als mede daarbij betrokken gemeenten Dalsen, Deventer, Kampen, Oostwijen, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwerkerland, Zwarte Waterland, Zwolle en de provincie Overijssel. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel. Ik had net aangegeven dat die mede was ingediend door het CDA. Maar ik zie dat die ook mede is ondertekend, in ieder geval door 50+. Ik kijk even of er fracties zijn die daar het woord over willen voeren. Ja, zal ik het rondje even zo lopen? Ik ben bij de PvdA-fractie, Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben een aantal vragen naar aanleiding van de motie. Waarom 3 microgram? En de tweede vraag is, landelijk is de RIVM is al lang bezig om dit te onderzoeken, wat een aanvaardbare niveau is voor een grens. Waarom zouden we daar niet op wachten? Omdat er is al aangetoond dat het een gevaarlijke stof is. Dus ik zou daar liever niet mee willen experimenteren. Zeker ook omdat het RIVM voor 1 december het advies uit moet brengen. En het naar zeer grote waarschijnlijkheid de Rijksoverheid dan ook met een norm gaat komen. Dus waarom zouden we nu iets moeten doen gebaseerd op gebrekkig en geen kennis? En waarom zouden we niet even wachten totdat daarvoor goed geoutilleerde instituten met een goed advies komen? Mevrouw Kelder. Dank u, voorzitter. Volgens mij hadden wij de motie ook ondertekend en met de aanvulling die gemaakt is, zijn we nog veel blijer. Dank u wel. Even kijken. Ja, de heer Boshoven. Voorzitter. Sorry, meneer Rodemond. Ja. Aan mij de beurt, begreep ik. Aan u de beurt. Dank u wel. Allereerst wil ik mijn zorgen rondom deze motie, die achter een andere motie aankomt van de VVD rondom natuurgebieden, wil ik daar mijn zorgen over uiten. Omdat nu het beeld gaat ontstaan, is mijn gevoel althans dat natuur, milieu en gezondheid de bouw en de ontwikkeling in de weg staan. Terwijl de genoemde onderwerpen wat mij betreft de randvoorwaarden zijn van een manier waarop wij hier in Hardenberg leven en willen leven. Dat gezegd hebbende, denk ik niet dat de normen ophogen min of meer eigenstandig niet een oplossing is van dit probleem, eerder dat we dan een probleem in stand gaan houden. Daarom is eigenlijk meer de vraag ook gestoeld op de vraag van de heer Jonkans, waarom inderdaad niet wachten op een landelijk advies vanuit het RIVM. En bij de gesprekspartners wordt ook niet vermeld dat we in conclave zouden kunnen gaan met de GGD rondom de advisering rondom gevaarlijke stoffen, om wat te noemen. En waarom is dat dan ook niet meegenomen? Eerst maar even die vragen, maar ik wilde wel ook mijn zorgen daarbij uiten. De heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank. Voorzitter, de heer Jonkers van de Partij van de Arbeid heeft het ook al even genoemd, maar 1 december zal het RIVM moeten komen met een advies, of nog sneller, zo heeft de minister aangegeven. Nou hebben wij als GroenLinks vertrouwen in het RIVM en dat die een
goed advies kunnen geven over wat nou echt verantwoord is. Daardoor vinden wij het niet helemaal aan ons om dan te zeggen van, nou dan moeten wij die norm op 3 microgram gaan leggen. Wij willen liever afwachten waar het RIVM mee komt en of het kabinet dat dan overneemt. En aangezien dat advies er al op zulke korte termijn moet zijn, zou ik zeggen, waarom wacht u niet met deze motie totdat het advies er is? Ook om te voorkomen dat wij nu vaststellen dat het 3 moet zijn en dat het RIVM dan moet zeggen 2,4 is beter, dat we daar nog weer moeten gaan aanpassen. Voorzitter, dus een oproep van mij naar de indieners om het onderzoek van de RIVM even af te wachten. Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich jammer dat we een rondje maken, anders konden we even met elkaar in debat. Maar dat wellicht straks nog eventjes. Want ik ken de heer Bak als een zeer visionair man. Hij houdt erg van het ontwikkelen van visies. Dus ik ben ook heel benieuwd welke visie ligt achter de 3.0. Die zal er ongetwijfeld zijn. En ik vind het ook een zeer sympathieke motie. Want zoals we weten is dit dossier heel actueel in den lande. Ik vraag me alleen wel af wat de reden is om er nu mee te komen en niet op 3 december. Want dan weten we met z'n allen wat meer. En mijn verzoek zou dan ook zijn aan de heer Bak om deze motie nog eventjes aan te houden. Zodat we straks met elkaar op 3 december over een norm kunnen praten waar we allemaal wat meer van weten. Wellicht zou u dat in overweging willen nemen, als ook het CDA en op koers en 50+. Meneer Bak, is goed om eerst uw reactie te horen, alleen van een aantal vragen. Excuses, ik was nog één ding vergeten te zeggen. Daarnaast zou ik, voordat ik hier wat over zou willen zeggen, ook een reactie willen hebben van het college ten aanzien van het aannemen van zo'n motie en de mogelijke uitkomst straks vanuit Den Haag. Exact hetgeen dat ik wilde voorstellen. Dus wellicht eerst een reactie van de heer Bak, daarna een reactie van het college en dan een eventueel tweede ronde. De heer Bak. Dank u wel, voorzitter. Om maar even met het laatste te beginnen over de visie. Het is in dit geval niet zozeer een visie, maar vooral een praktische aangelegenheid om in Oost-Nederland projecten weer los te trekken en aannemers, ondernemers uit de kostenkant te halen en daarmee te zorgen dat de ontwikkeling door kan gaan. Dan terug naar de norm, en dan ga ik ook meteen maar even naar de heer Jonkans toe. Waarom de norm van 3 microgram? Ook die is weer gewoon praktisch gekozen, omdat dat aansluit wat de omliggende gemeenten doen. Dat maakt het in praktische zin mogelijk om transport van de ene gemeente naar de andere gemeente mogelijk te maken. Dus daar is de 3 microgram op gebaseerd. Als ik mevrouw af mag maken, heer Jonkans. Dus dan kom ik niet op stoom. Dat is aan de voorzitter, niet aan u. Nou, misschien is het goed om daar eerst even het verhaal af te maken. En dan kan het zijn dat het antwoord nog komt op de vraag die u gaat stellen. Ik wil graag in alle breedte uw vraag meenemen en ook uw zorg. Dus de 3.0 is een praktische. Waarom dan niet wachten op het RIVM? Die vraag is meer gesteld. Het RIVM gaat komen met een voorlopig advies op basis van bestaande informatie, bestaande onderzoeken. En daarbij is de verwachting dat de RIVM daar ook voorzichtig mee zal zijn in de advisering. En daarop vooruitlopend zeggen wij wel van laten we nu, vooral omdat heel veel gemeenten in Oost-Nederland dit doen, het in Oost-Nederland mogelijk maken. En ik zei het net ook al, dat is niet om puur naar economie te kijken of om voortgang te kijken, maar dat is gewoon om praktische redenen. Want voorheen zijn er ongelukken gebeurd of niet. Dus daar proberen we naar te kijken, wat gaat er mis als je dit doet? Nou, in onze optiek gaat er niet heel veel mis als je dit doet. Het is plotseling gekomen. En laten we dan ook de tijd nemen om dat tot een goede oplossing te brengen. Daar gaat het RIVM uiteindelijk voor zorgen. Dus medio tot eind volgend jaar zal de RIVM met definitieve uitkomst komen. Met een definitieve waarde. En dat is ook iets waar we dan ons landelijk achter moeten scharen. Maar tot die tijd is het praktisch een hele goede norm om gezamenlijk bouwprojecten weer vlot te krijgen. Dan door naar de vraag van de heer Rodemond. Van, hebben we de GVD daarbij betrokken? Nee, dat hebben we niet. Voorzitter, toch een vraag rondom de beantwoording van zojuist, voordat de heer Bak. Wat handig is, of u meeneemt in tweede termijn, of dat
De heer Bak nog het antwoord geven op de vraag die nu gaat formuleren. Dat is aan u, voorzitter. Maar... Stel voor dat de heer Bak even zijn betoog afmaakt. Dan hebben we nog wat ruimte voor antwoorden van het college. Op de opinie van het college en dan tweede termijn hebben we het wat gestructureerd. Dan uw vraag over of er contact is geweest met de GGD. Nee, dat is het niet. Want wij vinden ook dat de RIVM hier voor het instituut is dat het onderzoek moet gaan doen. Wat we wel vinden, en dat is in algemene zin, daartoe hebben de gemeenten volgens mij ook inzet beloofd om in beeld te krijgen hoe en waar zich PFAS in de gemeentegronden bevinden. Dat er een soort van PFAS-kaart gaat komen, zodat je niet vervuilde grond van de ene plek naar de andere plek gaat brengen. Dat is volgens mij ook belangrijk voor die norm van 3.0 microgram. Daarmee maakt dat je sowieso nooit een locatie meer vervuilt dan dat die al is. En op die manier hebben wij in alle realisme proberen te kijken van jongens, hoe gaan we aan de ene kant zorgvuldig om met de zorg die er is. Hè, want het gaat over meer dan 4000 stoffen die eventueel in die bodem kunnen zitten. Meer dan 4000 PFAS stoffen. Dus het is een hele complexe aangelegenheid. En het RIVM zal daar ook inderdaad zijn tijd voor nodig hebben. Dus het is een zorgvuldige afweging waarbij we niet van de ene plek naar de andere plek vervuilend willen zijn. Maar wel de mogelijkheid willen geven om woningbouw en verdere bouwprojecten mogelijk te laten zijn. Dat is in algemene zin een antwoord, voorzitter. Dank u wel. Ik wil even voorstellen, als u mee akkoord bent hoor, eerst het college nog wat zijn licht erover laten schijnen en dan een debatterend rondje over weer te hebben in tweede termijn. Is dat akkoord? Dan heb je het informeren gehad en dan ga je dus aan het openeren, dan gaan we stemmen. Dan komen we tot een besluit. Wethouder, Tardo Brekerman in dit geval. Goed. Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp de achtergrond waarmee de motie wordt ingediend. Daar waar het gaat om transporten weer op gang te brengen, bedrijven weer te laten bedrijven, behoud van banen die wat daaraan vasthangt. En in die zin wekt het ook gevoelens van sympathie bij ons college op. Het is wel zo dat de materie ingewikkelder is dan dat de motie doet vermoeden. Sinds een tijd is in heel Nederland de norm van 0,1 microgram. En het ministerie heeft daar inderdaad bij gezegd dat gemeenten of regio's kunnen afwijken van de norm. Mits. En daar komt dan de eerste hiccup dat u achtergrondwater onderzoekt, dus formele metingen in de grond doet van nou ja, wat is de norm hier in de grond. En dat dat ook wordt vastgelegd in bodemkwaliteitskaarten. En op basis van die twee zou je dan af kunnen wijken van de landelijke norm. En omdat die mogelijkheid geboden is, hebben wij ook enkele weken geleden al contact gezocht met de Omgevingsdienst IJsseland om te gaan starten met die metingen. Omdat daar wellicht een voordeel in zit, omdat de landelijke norm van 0,1, dat is eigenlijk de grens waarop het RIVM überhaupt kan meten of er PFAS aanwezig is, dat voor ondernemers beter uit zou vallen. Nou, dat traject loopt. Er zijn inmiddels metingen gedaan. Er is gisteren nog een overleg geweest. En we zitten een beetje in die eindfase daarvan, waarvan ik u op korte termijn wil informeren. Maar ook de norm die in de motie genoemd wordt, zijn de 3,0. Ja, ook die ligt wel wat genuanceerder, voorzitter. Want uit contact met de Omgevingsdienst Achterhoek blijkt dat die 3,0 niet een algemene norm is voor alles wat met de PFAS te maken heeft. Maar de PFAS wordt opgedeeld in de verschillende stoffen. Dat weet u ongetwijfeld als indiener van de motie ook. Hè? De PFOS, de PFOA, de Gen X, de fluorpolymeren zijn dat. En dan heb je nog de overige stoffen. Maar ook nog eens een keer de onderverdeling naar, ja, waar komt het terecht? Hè? Zitten we in het landelijk in het natuurgebied? Zitten we op het woongebied? Of zitten we op het gebied van de industrie? Die 3,0 die geldt voor het gebied die aangemerkt is als wonende industrie. Maar dat is nou ook net het gebied waar we niet zo heel veel grond opslaan. Dat vaak in landelijke gebieden gebeurt. En daar is de norm 0,5. Nou, ik had me voorgenomen om niet te verzanden in allemaal getallen en cijfers. Want de eerste metingen zijn wel net binnen, maar nog in conceptfase. Dus dat is even ingewikkeld. Maar ik zou me voor kunnen stellen dat u de motie wijzigt in
een punt te zetten achter verhogen en dat u de 3.0 uit het dictum weglaat. En dan wil ik daarbij toezeggen dat ik op korte termijn, want we zitten toch al in die eindfase van het proces, u ga informeren over 1. Wat zijn de achtergrondwaarden die in ons gebied zijn aangetroffen? Hoe leggen we dat vast in de bodemkwaliteitskaarten? En hoe vertalen we dat nou op hele korte termijn naar een PFAS-norm voor onze regio? En dan zit er nog een klein dingetje aan het einde van, ja, moet je dan eigenlijk bestuurlijk allemaal met elkaar bekrachtigen? Maar ik denk, uit de gesprekken die ook met de omgevingsdienst geweest zijn, dat we daar wel kunnen afspreken dat als die norm eenmaal is, en hij is ook goed onderbouwd, dat we de werkwijze meteen kunnen starten en dat we dan na de tijd hier met elkaar besluit gaan vastleggen. Dat, voorzitter, even als context rondom de motie. Voorzitter. Dank u wel. Kijk even eerst naar de heer Bak om te beginnen. Als indiener van de motie. Dank u wel, voorzitter. Had er ook een suggestie gedaan ten aanzien van die motie? Nou, daarom, daar wilde ik graag op reageren. En daarachter heb ik nog een tweede vraag, omdat de heer Breukemans nu ook wat meer informatie geeft. De eerste vraag is van, hoe ziet u dat in relatie tot de andere gemeenten? Want we hebben juist de 3.0 gekozen omdat andere gemeenten ook soorten met vergelijke moties hebben aangenomen. Dus dat is vraag 1. En 2 is, kunt u wat concreter zijn in de tijdslijnen die u voorstelt? Wethouder Breukelman. Ja, voorzitter, ik snap helemaal de gedachte van laten we nou in heel Nederland dezelfde norm hebben, want daar zijn mensen veel meer mee geholpen. Alleen het is wel zo dat, en we doen dat in de regio, dus ook alle gemeenten die u opgenoemd heeft, je moet wel aan kunnen tonen dat, kijk, het systeem zit zo in elkaar, hè? Als je een bepaalde meting in een grond doet en je wilt verplaatsen naar een locatie, dan moet het niet zo zijn dat daar een extra vervuiling plaatsvindt. Alleen op heel veel plekken is de achtergrondwaarde, zoals we dat noemen, is al hoger dan die 0,1. En laten we nog zeggen dat op een bepaalde plek A, daar wordt grond gewonnen. Daar meten we 0,8 in de stofjes. En we gaan naar locatie B en we weten al dat daar 1,0 is. Wanneer je A naar B doet, heb je dus geen extra vervuiling van de grond. Want immers die 1,0 zat daar standaard al in de grond. Maar je moet dus wel dat aan kunnen tonen met die bodemkwaliteitskaarten. En natuurlijk zou het mooi zijn als er 1 hoge norm komt voor heel Nederland, want dan heb je het onderscheid niet meer. Maar zolang dat niet is, ja, laten we dan wel voor onszelf in ieder geval het zo goed mogelijk onderbouwen. En het tijdspad, ja, gisteren is er een overleg geweest tussen gemeente en omgevingsdienst. Ik heb kort even door het verslag gelezen net, maar het is echt vers van de pers. Maar ik zou u met een week, anderhalve week daarover willen informeren, voorzitter. Voorzitter, als ik hoor van de wethouder dat het anderhalve week is en we leven nu op 19 november, dan zitten we ook ongeveer op 1 december. Dan is ook de norm van de RIVM klaar. Zitten we nu niet enorm veel, lucht te verplaatsen voor niks, terwijl je over anderhalve week een norm hebt die goed onderbouwd is en die ook rechtszekerheid biedt? Ja, voorzitter, dat denk ik niet. Het is wel zo dat de metingen die onze omgevingsdienst doet, dat die ook bijdragen aan de norm die straks door het RIVM gesteld wordt. Ja, dus de formele metingen die hier gedaan worden, worden gewoon opgestuurd naar het RIVM om bij te dragen aan het landelijk beeld. Maar ook als er straks een nieuwe landelijke norm is, zou het nog zo kunnen zijn dat er regionaal er afwijkingen zijn op basis van de landelijke norm. Dus het is volgens mij gewoon sowieso goed om ons eigen gebied eens op de stoffen in beeld te brengen. Nee, maar dat bestrijd ik ook niet. Maar alleen, ik zeg alleen van om nu een norm vast te gaan stellen die op 1 december weer achterhaald is, omdat er dan een andere methodiek is. En ik ben helemaal met u eens, ja, dat het meten hartstikke goed is. En ik geloof u ook gelijk dat u zegt dat draagt bij aan het oordeel wat RIVM uiteindelijk gaat vormen. Maar waarom zouden wij dan om 5:12 zelf nog snel even een besluit daarop gaan formuleren, terwijl dat een dag later alweer de prullenbak in kan, omdat de RIVM met iets anders komt? Voorzitter, als ik heel veel kort heb, want volgens mij stelde de wethouder voor om geen norm vast te stellen, hè, om die juist eruit te halen. Dus in die zin is dat denk ik wel een antwoord op een vraag. Maar als ik goed luisterde, meneer de wethouder, dan geeft u aan dat u al keihard ermee bezig bent met dit dossier. Hè, dat u al heel ver bent.
En dat deze motie in die zin overbodig is. Rond naar de raad. Ik ben even benieuwd of de wethouder mijn mening deelt. Ja, ja, kijk, het woord overbodig wordt mij hier gauw in de mond gelegd, voorzitter. Je zou ook kunnen zeggen het is een steun in de rug, maar dat is misschien een oordeel dat aan uw raad is. Nog even terugkomend op wat net gezegd is. Ik kan een heel eind in uw betogen meegaan tot in de laatste zin. We zeggen, nou, deze norm kan dan meteen weer de prullenbak in. Want daar zit misschien een verschil van inzicht. Want op het moment dat de landelijke norm er komt, betekent het niet dat onze eigen norm niets meer waard is. Immers, als wij in ons gebied met echte metingen en met een goede bodemkwaliteitskaart... Ja, een betere onderbouwing voor je eigen regio kun je volgens mij niet hebben. Dus dan zou er nog steeds verschil in kunnen zitten. Ja, dat is zo, maar dat zal dan nog wel eerst wettelijk vastgelegd moeten worden. En dat is nog niet zo. Dus dan denk ik van, als je daar een landelijke regeling voor hebt die daar ook aan tegemoet komt... Ja, waarom zou je dan nu zelf dat allemaal gaan doen, terwijl je het over een paar weken op een presenteerblaadje aangereikt krijgt? En dan ben ik het eens met de heer Stelpstra. Is het niet een beetje overbodig, deze motie? Voorzitter, je zou dat kunnen doen, omdat het ministerie nu ook aangeeft dat je via deze route in je eigen regio een eigen norm vast kunt stellen. Voorzitter? Breng even in herinnering dat het oordeel van de college is, oordeel aan de raad, niet overbodig. Kijk even rond of er andere vragen zijn aan de wethouder, anders ga ik tweede termijn naar de heer Bak. Heeft u een vraag aan de wethouder? Ik heb een vraag aan de wethouder, ja. De wethouder doet de suggestie om de norm te laten vallen, dus de 3.0 te laten vallen. Zou de wethouder de motie kunnen ondersteunen als ze de 3.0 laat staan en eraan toevoegen en zoveel anders mocht daartoe lokaal besloten worden? Of door de omgevingsdienst besloten worden? Voorzitter, weet u wat ik het lastige aan die 3.0 vind? Dan noemen we een norm waar ik... niet met zekerheid van kan zeggen dat we die gaan halen. Dus ik voel me wat onzeker op het moment dat daar een norm blijft staan. Want ik wil graag uitvoering geven aan uw motie. Vandaar ook de toevoeging. Of zoveel anders, indien dat lokaal geconstateerd wordt, door de omgevingsdienst geconstateerd wordt. Geeft u de ruimte. Maar als het niet mocht blijken te zijn, dan hebben we wel aansluiting ook bij de omliggende gemeente. Voorzitter. Je kan er ook hoger of lager voor zetten voor die 3.0. Maar dan kan je jezelf ook weer direct afvragen, waarom zet je een 3.0 erin? Ik vind de suggestie van de wethouder een hele goede. Wij willen als partij ook altijd graag steuntjes in de rug aanbieden. Dus dat zou het voor ons een stuk makkelijker maken om mee te gaan. We dobberen al een beetje de tweede ronde in op deze manier. De heer Van der Been, ja, ik zag u bij de knop zitten. Ja, zo een kleine schorsing mogen, voorzitter. Of daar behoefte is. Heeft u al 5 minuten genoeg? Stel ik voor dat we om 8:30 stipt weer herbeginnen. Dames en heren, ik zie dat u er eerder uit bent dan vermoed. Dus als u allemaal uw plaats weer inneemt, dan kunnen we weer starten. Ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan de heer Van den Berg, want u heeft om schorsing verzocht. Dank u wel, meneer de voorzitter. We zullen de motie graag in willen dienen en het voorstel van de wethouder willen volgen. Dus de norm van 3.0 laten vallen en dan dienen we de motie in als steun in de rug van de wethouder. Met als opmerking dat dan ook de ChristenUnie me zal ondersteunen. Ik stel vast dat die gewijzigd is en dat het dictum, het eerste punt van het dictum is de PFAS-norm te verhogen, punt. En dat het de regel erachteraan komt te vervallen. Ik kijk of die behoefte heeft aan een tweede termijn. De heer Boshoven. Ja, voorzitter, dank. Net in de eerste termijn noemde de heer Stelpstra de motie even overbodig. De wethouder noemde het een steuntje in de rug. Dan noem ik een overbodig steuntje in de rug. Voorzitter, ik heb hier de brief van het ministerie over de stikstof en de PFAS. En nou vinden wij als GroenLinks deze hele brief een stuk kalder. Maar hetgeen wat erin staat over de PFAS, dat vinden wij op zich wel verstandig. Er staat namelijk in dat er zo spoedig mogelijk een advies moet komen over de hoogte van een tijdelijke landelijke achtergrondwaarde. En dat het voor 1 december er moet zijn. Of uiterlijk 1 december, ik bedoel, laat ik niet op een dag ernaast gaan zitten.
Voorzitter, dat is voor ons voldoende. Wij vinden deze motie daarom overbodig. Zullen het niet steunen. En wij zijn wel van mening dat het college al voldoende doet om deze PFAS-problematiek het hoofd te bieden. Daar hebben wij vertrouwen in. En vandaar geen steun voor deze motie, voorzitter. Al wat in het rondje stemverklaren zit en dat u geen behoefte heeft aan een tweede termijn. Stemverklaring. Meneer Stelpstra. Ja, dank u wel, voorzitter. Een steuntje in de rug van de VVD voor dit college steunen wij van harte. En daarom zullen wij ook instemmen met deze motie. Beter wordt het niet. Wat een eensgezind is, wat mooi. Andere stemverklaringen. De heer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Ja, gezien ook de zorgen die ik uitte rondom deze motie en ook een vorige motie, sluit ik me graag aan eigenlijk bij de fractie van GroenLinks. We zien hem enerzijds als overbodig, maar ook als een verkeerd signaal wat mij betreft. En daarom zullen wij tegenstemmen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nou, we denken dat de wethouder heel stevig in dit dossier staat. En dat wat dat betreft een steuntje in de rug niet nodig is. En we wachten rustig even af waar het de Rijksoverheid nu komt en RIVM. En dan komt dat wel goed. Ik denk dat het college en de wethouder in het bijzonder allereerst erg verheugd is dat u allen steunt. En of het met of zonder steuntje in de rug gebeurt, dat gaan we nu zien. Ik loop even het rondje. Begin bij de fractie van de ChristenUnie. De motie komt in stemming. Voor. Voor. CDA voor. Voor. GroenLinks tegen. Tegen. VVD. Voor. D66. Tegen. Voor. Tegen. Voor. En voor. Daarmee is die aangenomen. We hebben nog een motie in wording. En die gaat over de systematiek. Trap op, trap af. Nou, zult u thuis denken, heeft dat hier te maken met het gebouw of met iets anders? Het heeft te maken met de financiële systematiek van de Rijksoverheid ten opzichte van het gemeentefonds. En dan kijk eventjes, hij wordt ingediend door de heer Bakhuis als eerste. Ik denk dat u het woord hierover gaat voeren. Dank u wel, voorzitter. De aanleiding van deze motie, om even een kleine toelichting te kunnen geven. Dat is eigenlijk dat er is een motie werd vermeld van de gemeente Reden die daar unaniem is aangenomen. Die inderdaad gaat om het trap-op-trap-af systeem en dat onder de aandacht te brengen bij het Rijk. Een argument daarvoor is dat het wellicht dit systeem te heroverwegen is om gemeentes beter in staat te stellen met een sluitende begroting haar taakstelling in bijvoorbeeld het sociaal domein te kunnen financieren. En daarnaast bracht het mij op de gedachte dat het in dit huis al vaak hebben gehad over de voorspelbaarheid van begroting en jaarrekening. En omdat door deze heroverweging wellicht iets ontstaat waardoor minder grote fluctuaties ontstaan in de gemeentelijke budgetten. We hebben kunnen wachten natuurlijk tot het zich echt aandient bij onze gemeente. Maar ik had ook de gedachte van wanneer we dit samen met een aantal gemeenten zouden kunnen doen. Onder andere gemeente Reden. En ik weet eigenlijk niet of het landelijk ook zo gedaan is. Dan staan we misschien sterker. Met het indienen van deze motie. Daarvan luidt het dictum, zal ik even voorlezen nu. Draagt het college op het Rijk te verzoeken om de bijdrage aan het gemeentefonds weer in overeenstemming te brengen met de verwachtingen en afspraken van begin 2018 en met de maatschappelijke opgaven waarvoor de gemeenten staan. En 2. Het Rijk te verzoeken om het trap-op-trap-af principe te herzien en ze nodig aan te passen dat minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden in de algemene uitkering van het gemeentefonds. En behalve de partijen die u noemde, zijn er nog een aantal partijen meer die deze motie mede ondersteunen, waaronder PVD, GroenLinks en 50+. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even wat er vanuit de andere fracties vragen zijn. De heer Rodemond van D66. Voorzitter, dank u wel. Ja, eigenlijk is het geen vraag, eerder een steunbetuiging aan de heer Bakhuis als indiener van deze motie. Dank u wel hiervoor.
Hij sluit enigszins aan bij beantwoording van het college op schriftelijke vragen van onze partij over de rijksbijdrage en mogelijke krapte in de budgetten en in de begrotingen. Daar waren zorgen over, daar zijn zorgen over bij onze partij. En nou, gelukkig komt u met deze motie en die sluit mooi aan op dat verhaal. Daarvoor dus A, dank, en wij ondersteunen de motie dan ook van harte. Dank u wel. Voorzitter. Voorzitter, toch even voor de orde. Ben ik heel benieuwd, meneer Bakkers zegt, geeft hier een steuntje in de rug motie. En dan ben ik heel benieuwd wat meneer Boshoven net vond, een onnodig steuntje in de rug. Ben ik heel erg benieuwd waarom meneer Boshoven en ook meneer Rodemond nu ineens dit steuntje in de rug als geen overbodig steuntje in de rug kwalificeren. Dus ik zou graag daar de normering voor willen zien. Zullen we eerst de heer Boshoven antwoord laten? Dan weten we wat hij gaat doen. De heer Boshoven. Ja, dank u wel, voorzitter. Op zich, als de wethouder hier straks komt te staan en die zegt van, goh, wat een goed idee, die suggestie van u, die nemen wij één op één over, dan zal ik de eerste zijn die zegt van, nou ja, van mij betreft kan die motie dan ook aangehouden worden. Dat ten eerste, voorzitter, zeg ik in de richting van de heer Gelling. Maar wij vinden dit trap op, trap af verhaal een dusdanig groot item. We zien het niet alleen in de gemeente Reden, maar we zien het door het hele land, dat we denken dat het heel goed is om ons hierover uit te spreken. En hierbij hebben wij niet het vooruitzicht dat op 1 december er een advies komt waarmee we wel geholpen zijn. Dus vandaar wel steun voor deze en niet voor de vorige motie, voorzitter. Ik kijk even in de richting, er zijn geen vragen gesteld. Ja, de heer Jonkans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wij vinden het... Wel zelf mee ingediend, hè? Nou, dat is niet helemaal correct, want er is er foutief opgekomen. Maar ik heb nog wel een paar vragen. Op zich is het een sympathieke motie en daar berust ook het misverstand op dat onze naam er nu onder staat. Wij zijn er ook niet op tegen. Ik denk dat de systematiek, dat die op zich goed is om eens een keer tegen het licht aan te gaan houden. Alleen ik wil wel graag weten van, maar wat betekent dit nu voor Hardenberg? Ik bedoel, als wij voorop gaan lopen om iets te herzien en we schieten ons daarmee in de voet, dan wil ik wel graag weten hoe groot het gat in mijn voet is. Ja, voorzitter, daarom staat ook in de motie dat we het systeem niet af willen schaffen, maar dat het een verzoek is om het mogelijk te herzien of te herijken. En ik denk dat het antwoord is. Nou nee, dat is nog niet een antwoord op hoe groot het gat dan in mijn voet is. Ik denk dat we dat op dit moment moeilijk kunnen zeggen, maar als u me toestaat, zou ik die vraag ook graag aan de portefeuillehouder willen voorleggen dan. Het lijkt me natuurlijk moment om de portefeuillehouder antwoord te laten. Waarbij ik wel even zeg, gericht van de heer Jonghans, uw naam zal dus even onder de motie vandaan geschrapt worden of niet? Er staat dan dit... Dat hangt een beetje van de beantwoording af. Ja. En het zou dan best kunnen zijn dat we zeggen, nou, met deze uitleg, dan zien we dat wel zitten. Ja. Maar stel dat we er veel beter van worden, dan denk ik van, nou, dan maar wel. Nee, het ging me niet even om stemgedrag. Het ging om de vraag of u mee ingediend heeft. Het laatste nee, maar we hebben niet mee ingediend. Nee, dat is even het punt. Dus daarom gaat u er onderuit. En u kunt altijd voorstemmen natuurlijk, dat zonder meer. Maar je bent geen mede-indiener. Dat is even de formele kant. Wethouder. Maar, voorzitter. Mag ik één reactie geven, voorzitter, op de heer Jonghans? Dat mag. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat het dit jaar per definitie een negatief uitpakt voor de gemeente Hardenberg. Het is alleen zo, wanneer we samen dit in gaan dienen bij de overheid, sta je altijd wel sterker dan wanneer je als gemeente alleen komt te staan wanneer het zich wel aandient. Dus het gaat om de systematiek, om tijd daarvan een signaal af te geven. Nee, dat snap ik. En ik snap ook dat u zegt van ja, maar goed, dat kan een incidentje zijn dat het zo is. Maar als het een hele reeks is waarbij we elk jaar erbij inschieten, dan, hoewel het een sympathiek idee is, maar dan vind ik nog niet dat wij daar dan voorop moeten lopen. De motie spreekt even plagen. De motie spreekt over principes en die kunnen geld kosten of geld opleveren. Wethouder, nu het woord. Wethouder Breukelman. Dank u wel, voorzitter.
Ja, voorzitter, de kool en de geit sparen. Waar komt die uitdrukking vandaan? Ik heb even gezocht in het uitdrukkingenwoordenboek van Dalen. En het slaat terug op een Frans raadsel. Ménagère le chèvre et le joug. De opgave van het raadsel is als volgt. De man moet een wolf, een geit en een kool de rivier overzetten. Hij mag in de boot maar één dier of ding tegelijk meenemen en alles moet heel huids overkomen. Dat betekent dat de geit niet de kans mag krijgen om de kool op te eten en de wolf mag de geit niet aanvallen. Hoe vaak moet de man overvaren om de kool en de geit te sparen? Misschien kunnen we afspreken dat het raadslid dat het eerst het antwoord heeft zonder internet de volgende keer een klein presentie aangeboden krijgt. Ja, voorzitter, hoe kom ik nou bij deze vergelijking? Ik dacht eraan toen ik de motie las, want de motie kent heel veel varianten en die beginnen al, ik had een uurtje vrij vandaag, zeg ik eerlijk bij, op 20 juni door het lid Ozutok, is het denk ik, GroenLinks Tweede Kamerlid in Den Haag. En zij zegt, ik verzoek de regering om samen met gemeenten een onderzoek uit te laten voeren naar hoe negatieve gevolgen van trap op, trap af zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. Dan gaat het lid Segers, ChristenUnie, daar overheen. Die zegt, ja, wij verzoeken de regering ook nog om samen met de VNG te onderzoeken welke aanpassingen van trap op, trap af nodig zijn om gemeenten meerjarig meer zekerheid te kunnen geven. En dan komt de vertaalslag van het Haagse naar de gemeenten. Astum bijvoorbeeld, die zegt, pas het zodanig aan dat er minder frequent schommelingen zijn. Heemstede zegt, niet alleen minder frequent, maar ook minder groot. En dan Reden en Zaanstad, die zeggen, nou, naast de maatschappelijke opgave ook kijken naar trap op, trap af, herzien en aanpassen en minder groot en minder frequent. En Hardenberg volgt die lijn. En omdat er zoveel elementen in de motie zaten, moest ik eigenlijk denken aan, ja, zoals ik juist zei over de kool en de geit sparen. Want in de motie wordt niet alleen opgeroepen om de uitkering van het gemeentefonds weer terug te brengen bij de verwachtingen die er in het begin 2018 waren over de maatschappelijke opgave, maar ook om het trap-op-trap-af principe te herzien en zodanig aan te passen, zowel op grootte als frequentie. En nou, die eerste bullet, dat steunt het college van harte, want in de lijn voorspelbaarheid, waar we ook hier een kleine discussie over hebben gehad, zou je dat ook bij het Rijk neer mogen leggen. Dat zij moeten zorgen dat het rekeningresultaat dichter bij de begroting komt, omdat daar ook de onderputting en de last voor de gemeente vandaan komt. Maar in de tweede bullet staat vrij hard het trap-op-trap-af principe te herzien. En nou, daar ontstaat de gereserveerdheid bij het college, omdat wij in de systematiek van trap op, trap af ook gewoon, ik zeg het maar even gewoon heel eerlijk, een heel aantal voordelen hebben gehad. En ik kan me in alle creativiteit nog geen systeem indenken dat voor ons beter is dan het huidige trap op, trap af systematiek. Nou zijn er wethouders in den landen die zeggen, wij willen trap op, trap af, waarbij de gemeente alleen maar trap op kunnen gaan, maar niet trap af. Maar kan u verzekeren, dat zal het systeem niet worden. Dus eerste bullet helemaal mee eens. En ook helemaal mee eens als u zegt, ja, de voorspelbaarheid bij het Rijk moet ook beter, want het geeft meer zekerheid voor de gemeente. Alleen om in de tweede bullet, ja, eigenlijk zo heftig te zeggen dat trap op, trap af herzien moet worden, daar hebben wij enige twijfel over, voorzitter. Dank u wel. Vragen aan de wethouder, naam van de Hoek van Dien, de heer Boshoven. Ja, voorzitter, ik wilde toch wel graag opmerken in de richting van de wethouder dat ik het jammer vind dat hij de tijd heeft genomen om een dergelijk raadsel op te zoeken en niet om op te zoeken hoe je de naam van het GroenLinks-Kamerlid uitspreekt, want dat is Ozutok. Dank, voorzitter. Dat hoorde ik de wethouder ook uitspreken. Ja, voorzitter. De heer Stelstra. Ik zou graag gaan voor het presentje als dat nog kan. Maar, daar is nog niet over gesproken of er nou een kool of een geit is. Je kunt nog kiezen. Nee, nou, de intellectueel in onze fractie kwam met 4 keer. En de andere leden? Die ook. Ja, ik hoor net ook. Allemaal 4 keer.
Maar als ik de wethouder goed begrijp, dan bij het schrappen van de tweede bullet, dan zou dit een mooi steuntje in de rug zijn voor dit college. Ik kijk even rond, andere vragen zijn of die een behoefte heeft aan schorsing, of dat niet het geval is. Voorzitter, mag ik nog even reageren op de wethouder? De Bakhuis, ja. Ja. Ik denk dat de wethouder er toch wat dan, naar mijn idee, wat te scherp ziet in de tekst, omdat daar staat te herzien en zodanig aan te passen dat minder grote en minder frequente schommelingen zullen optreden. Het hoeft per definitie niet zo te zijn dat het dan misschien negatief uit hoeft te pakken, maar dat het misschien een begroting en een jaarrekening dichter bij elkaar komen te staan. En die eerste bullet, ja, dat is een logische. Maar dat er minder grote schommelingen op zullen gaan treden, dat is eigenlijk de kern van de tweede bullet, mijn zinziens. Maar misschien denk ik daar de wethouder anders over. Met deze interpretatie, wethouder. Ja, we hebben inderdaad zo gelezen als u moet herzien om die schommelingen te voorkomen. Maar ik kan mij voorstellen, wat ik bij andere gemeenten heb gezien, is dat ze ook de Griffie vragen om een afschrift van de motie af te leveren in Den Haag. En als dat ook uw intentie is, dan zou het misschien goed zijn om die tekst zo helder te hebben dat ook bij een ander daar geen misverstand over kan ontstaan. Dat anders de situatie kan ontstaan dat wij ons gaan mengen in de landelijke discussie over de herziening van het gemeentefonds. En dan geconfronteerd worden met onze eigen motie over dat wij vooral willen herzien. En ik wens trouwens de fractievoorzitter van de ChristenUnie nog een wiskundeles toe. Maar, voorzitter. De heer Bakhuis. Ja, voorzitter, we zouden de tekst van de tweede bullet kunnen aanpassen. Door iets van dat het in ieder geval te onderzoeken is of het trap op principe minder een onderzoek of het minder grote en frequente schommelingen kunnen ontstaan. Zonder de woorden van herzien en zodanig aan te passen te gebruiken. Moet u met een tekstvoorstel komen? Heeft u behoefte aan 5 minuten schorsing? Daar vraag ik even dan een schorsing voor, ja. 5 minuten? Ja. Voorzitter? De heer Bakhuis, ik heropen de vergadering. We zijn mogelijk gekomen tot een tekstwijziging van de motie. En de tweede bullet te wijzigen in de volgende zin. Om samen met het Rijk te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder grote en frequente schommelingen zullen optreden in de algemene uitkering van de gemeentefonds. En dat samen, dat mag ik vanuit gaan dat u dat bedoelt met in VNG-verband? Inderdaad. Ja. Ik zit even heel praktisch, want we hebben namelijk geen direct platform met het Rijk. Dus zegt u dan in VNG-verband? Als dat het medium zou kunnen zijn, vinden wij dat prima. Ja. Je hebt hem in ieder geval handen en voeten gegeven dan. Dus kunt u nog even voor de zekerheid voorlezen? Tweede bullet te wijzigen in samen met het Rijk te onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat er minder grote en frequente schommelingen zullen optreden in de algemene uitkering van de gemeentefonds. Voorzitter, dan zit toch de VNG er nog niet in? Als we de VNG nou eens naar het Rijk voegen, samen met, even kijken, ja, voorzitter, volgens samen met het Rijk in VNG-verband. Precies, ja. Te verzoeken enzovoort. Ja, samen met het Rijk in VNG-verband te verzoeken. Dat is datgene wat we voor hebben liggen. Ik kijk even of daar nog nadere discussie over moet plaatsvinden in de tweede termijn. Of dat je zegt, we kunnen in stemming gaan. Ik kijk nog even naar het college. Die zie ik ook instemmend knikken. Stel ik voor dat we gaan stemmen. En dan begin ik weer bij de fractie van de ChristenUnie. Gewijzigde motie in stemming. Waar stemt u? Wat is uw stemgedrag? 7 keer ja. CDA? Voor. 6, denk ik. Huh? Voor. Voor. GroenLinks? Schitterende motie. Voor. VVD? Ja, voor, voorzitter. D66? Voor.
Koers. Voor. PvdA. Nou, met deze wijziging kunnen wij wel instemmen. Voor. En 50+ als voor. Voor. Dan is deze motie aanvaard. Wij komen bij de hamerstukken, waarbij alleen een stemverklaring mogelijk is. Ik kijk even of u behoefte heeft aan een stemverklaring, of we meteen over kunnen gaan tot stemming. Ik zie u al wel knikken, we kunnen gaan stemmen. Dat is het, de vaststelling bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, met name met betrekking tot het outdoor activiteitenveld. Wie is daarvoor? Ik begin weer bij de ChristenUnie. Voor, CDA, GroenLinks, VVD, Koers, PvdA en 50+. Dat is hiermee aanvaard. Wij komen bij de rondvraag. Ik zie geen melding op dat punt. Dan komen we bij de sluiting. En ik moet tot mijn spijt bekennen dat ik een omissie begaan heb, domweg omdat ik het niet wist. Het was namelijk de medespeech van mevrouw Van der Veen. En het feit dat we hier niet bij stil stonden heeft te maken met het feit dat zij al een ruim tijd in de raad is en op allerlei manieren heeft gewerkt als raadslid. En het was niet te merken dat het uw eerste speech was. Het was alsof het al jaren deed. Ik hoop dat we veel mogen volgen en dat we nog veel van uw inbreng mogen genieten en mogen leren. Van harte. Ik sluit u bij de vergadering. Lieve mensen, zouden jullie nog 10 minuutjes willen blijven zitten? Met name de... Moeten jullie plassen? Plaspauze dan? Nou, 5 minuten? Graag wel een reden, minister Hoogstra. Ik zou graag met z'n allen even willen nadenken over het maatschappelijk initiatievenfonds, waar we een motie voor hebben ingediend. Ik heb een drietal vragen. En dan even kort brainstormen. En dan kunnen we met 10 minuten kwartiertje ook naar huis. Dus dan hoeft het niet lang te duren. Het staat op de agenda, maar voordat iedereen vertrekt in alle... Super, top. Dan een paar minuutjes.